Ik ben Bo en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie een van de meest aangevraagde video's, vooral sinds ik mijn nieuwe telefoon heb. Maar daarvoor kreeg ik deze vraag ook al heel erg vaak. Ik kreeg van jullie namelijk heel erg vaak de vraag of ik een keertje een What's on my iPhone video wilde maken. Waarin ik dus laat zien wat voor apps ik op mijn telefoon heb, wat mijn achtergrond is, wat mijn favoriete apps zijn, of ik nog tips heb voor mijn telefoon. En eigenlijk neem ik gewoon samen met jullie in de video een beetje mijn telefoon door. Nu heb ik sinds een aantal weken een nieuwe telefoon. En het is de iPhone 11 Pro Max. En ik ben er echt mega blij mee. Dus vandaag ga ik jullie ook laten zien wat er op mijn iPhone 11 Pro Max staat. Ben je nou benieuwd wat er dus op mijn nieuwe telefoon staat? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En let's get started. Voordat we gaan beginnen, dit is dus mijn nieuwe telefoon en het is de iPhone 11 Pro Max. Ik heb gekozen voor 256 gigabyte opslag. Dat is heel erg veel, I know. Maar ik heb dat expres gedaan omdat ik natuurlijk heel veel filmpjes maak op TikTok. Heel veel foto's maak voor Instagram. Previews heb voor mijn YouTube video's. Dus eigenlijk gebruik ik mijn telefoon heel veel. En dan vooral foto's en video's. En daarmee gaat je opslag best wel snel vol. En ik heb een keer een telefoon gehad die te weinig opslag had. En voor de mensen die dat ook hebben of hebben gehad. Het is echt het vreselijkste ooit. Dus ik had gekozen voor 256 gigabyte opslag. Wel wat duurder, maar dan heb ik er ook wat meer aan. Tot zover alle info over mijn telefoon. Laten we gewoon gaan beginnen met mijn telefoon die jullie hiernaast kunnen zien. Dus dan kunnen jullie lekker gemakkelijk meekijken. Nou, als eerste ontgrendel ik hem door middel van de Face ID. En die scant hij trouwens altijd super makkelijk. Dus dat vind ik echt het grootste voordeel. Want ik ging van een iPhone 7 Plus naar de iPhone 11, dus ik was de vingerafdruk gewend. En nu ik dan de Face ID heb, vind ik het echt mega chill. Zoals je ziet, de achtergrond op mijn telefoon is een foto met mij en Jules. En ik vind het zelf een hele leuke foto. Was ook een van onze eerste foto's, dus vandaar dat dat mijn achtergrond is. Ik ga even weer terug, want we gaan beginnen bij tabblad nummer 1. En hier staan een beetje de basic Apple apps, dus hier gaan we gewoon lekker snel doorheen. Als eerste hebben we natuurlijk berichten, agenda, foto's en camera. En hiervan gebruik ik vooral camera heel erg veel. En ik heb dus de nieuwe camera. Ik zal hem even laten zien, want zoals je ziet heb ik er 3. En ik zal ze even laten zien. We gaan naar camera. Nou, dit is de gewone camera. Gewoon 1 keer ingezoomd. Je kan dan 2 keer, dus dan zoomt hij lekker in op mijn bult met kleren. En dan kan je 0,5 en dan zoomt hij hem dus mega ver uit. En dit is echt heel erg vet. Dit is een soort van groothoeklens waar ik echt mega blij mee ben. Ook heb je nog, als je naar portret gaat, kan je een selfie maken in portretmodus. En dit vind ik dus zelf echt mega mooi. En je kan dan ook zo het licht doen. Oh, dit is een beetje gekke. Je kan dus ook zo het licht doen en zo. Dus dat is echt mega tof. Ik ben heel erg blij met deze camera. En hij is qua alles echt een toppunt. Dan het volgende is weer klok, kaarten, tv. En hiervan gebruik ik eigenlijk alleen mijn kaarten soms als ik ergens heen moet. Mijn klok gebruik ik nog wel eens voor mijn wekkers. En ik zal even laten zien hoeveel wekkers ik in mijn telefoon heb. Het slaat echt nergens op. We beginnen bovenaan. Zo. Ik heb zoveel wekkers in mijn telefoon. En sommige snap ik ook niet eens waarom ik ze heb. Maar goed, dat zijn dus allemaal wekkers. Daarvoor gebruik ik klok eigenlijk alleen. En soms voor de stopwatch of de timer. Dan het volgende rijtje. Wallet, notities, herinneringen en aandelen. En deze 4 apps gebruik ik eigenlijk nooit. Behalve notities. Als ik soms een video idee heb of zo, dan zet ik dat daarin. Mijn Siri gaat aan. Oké. Topper. Mijn Siri gaat trouwens echt heel snel aan bij deze telefoon. Maar goed, dit rijtje. Ja, ik gebruik deze apps niet echt. Alleen dan af en toe dus notities. Dan hebben we iTunes, App Store, gezondheid en instellingen. En hiervan gebruik ik App Store soms natuurlijk als ik wat wil downloaden. Gezondheid heb ik echt nog nooit in mijn leven gebruikt. Ik heb het even geopend, want ik was al benieuwd. Ik heb het echt nog nooit gebruikt. Dan gaan we verder. We hebben hier telefoon, rekenmachine, clips. En dan hebben we extra's. En in extra's zit contacten. Zoek mijn iPhone / vrienden en FaceTime. Hiervan gebruik ik natuurlijk telefoon wel eens om te bellen. FaceTime gebruik ik ook af en toe. En zoek mijn iPhone vrienden ook wel. Rekenmachine gebruik ik ook soms als ik snel wat moet uitrekenen. Maar clips gebruik ik eigenlijk nooit. Ik ga even kijken wat het is. Oh, hello there. Oh, dit heb ik wel gezien. Volgens mij kan je iets met greenscreens. Ja, ik heb het dus gezien op een introductiefilm van een nieuwe iPhone. Maar het is een beetje gek. Ik heb dit nog nooit gebruikt. Er komen ook allemaal geluidseffecten bij. Gebruik ik dus nooit. Dan zijn we alweer aangekomen bij tabblad nummer 2. En hierop staat bovenaan als eerste My Vodafone en AD. En dit zijn apps die gebruik ik echt. Nou, My Vodafone gebruik ik dan vooral om te checken hoeveel 4G ik bijvoorbeeld nog heb. Dus dat is wel een handige tip voor als je ook bij Vodafone zit. Dan kan je hierop heel erg gemakkelijk je tegoed checken. Dan hebben we natuurlijk YouTube. Nu moet ik zeggen, ik kijk zelf niet heel erg veel meer YouTube. Dan hebben we YouTube Studio. En hierop kan ik al mijn views zien. Wat de laatste reacties zijn.
hoe mijn video's in real-time weergave wordt bekeken. Want als je een video post, dan kloppen de weergaven nooit met wat de daadwerkelijke weergaven zijn. Dus dat kan je hier heel erg gemakkelijk op checken. Dus vandaar dat ik deze app heb. En dan het volgende rijtje is Gmail, WeCollect, PowerPoint en Mario Kart. En het enige wat ik hiervan gebruik... Nou, ik gebruikte deze app heel veel. Ik was hier een beetje verslaafd toen het net uitkwam. Maar nu speel ik het gewoon af en toe als ik me verveel in de auto of zo. En dat is Mario Kart. En dit is echt geweldig. Het is echt zo'n throwback game van vroeger toen je Mario Kart speelde op de Wii of op je Nintendo. Dus dat is serieus zo leuk. Het laden duurt even. Oh, we zijn erin. Maar het is echt leuk. Je kan namelijk allemaal levels en zo spelen. En dan kan je steeds verder komen. En hij laat nu mijn ranking of zo zien. Ik weet niet wat dit precies is. Voor zover dus Mario Kart. Download het als je een keer verveelt. Volgende rijtje is Qmusic, YouTube subscribers, AliExpress en PostNL. Nou, hiervan gebruik ik Qmusic eigenlijk nooit. Ik heb dit ooit een keer gedownload in de aanmeldmenu voor het geluid. Omdat ik het geluid dacht te weten. Alleen het downloaden en het aanmelden duurde zo lang dat ik uiteindelijk me niet is aangemeld voor die minuut. Dus ik snap echt niet waarom ik die app nog steeds heb. Maar oké, dat maakt ook niks uit. Dan hebben we YouTube subscribers. Hierop kan ik mijn lifetime subscribers zien als het goed is. We openen even. Het staat nu op 64.600. Dan hebben we AliExpress app. En deze app heb ik gewoon meer voor de app als ik een keer wat wil bestellen. Alleen ik ben echt iemand, ik ben te ongeduldig voor AliExpress en dat soort apps of websites. De volgende app is de PostNL app. En dit vind ik zelf een hele fijne app. Ik wou hem openen, maar dan zie je mijn adres. Dat is niet zo handig. Maar bij de PostNL app kan je heel gemakkelijk zien hoe laat een pakketje komt. En je krijgt ook een melding als het verandert. Dus als het pakketje ineens later komt of eerder. Of als ze echt een nog specifiekere tijd hebben. Dus dat is echt mega handig. Nu is het ding alleen wel. Het is nu 2 uur. En tussen 14:15 en 14:45 zou een pakketje voor mij binnenkomen. Ik zit op mijn kamer. Mijn deurbel is kapot. Dus als ik dat pakketje mis, jongens... Het zou heel vervelend zijn. Oh my god, dit is zo toevallig. Ik zeg dus net iets over PostNL. En ik zie serieus nu de bus van PostNL. Oh my god, jongens. Ik ga het pakketje missen. Nee, serieus. Zoveel geluk. Want als ik dus niet die melding op mijn telefoon had gehad, had ik sowieso die bezorger op 10 minuten na gemist. En dan had ik dus niet mijn pakketje in huis gehad vandaag. Maar gelukkig, ik heb het pakketje, yes. En het pakketje is iets waar ik stiekem al een beetje op zat te wachten. Want ik wist dat ik het binnen zou krijgen. En ik ben echt blij dat ik het nu eindelijk binnen heb. Want ik was er zo benieuwd naar. Waar ik het over heb zijn namelijk de nieuwe LOL Surprise producten in het thema winterdisco. Kijk hoe leuk gewoon dit eruit ziet. Met de slingers en alles. LOL Surprise heeft dit jaar 3 producten gelanceerd in het winterdisco thema. De eerste is de Glitter Globe en dit is de grootste. Dus hier ben ik het meeste benieuwd naar stiekem. De tweede is de LOL Surprise Fluffy Pet. En de derde is de LOL Surprise Lils. Er zijn natuurlijk weer 3 nieuwe producten in een mega leuk thema. En wat ik al heb gelezen is, het is natuurlijk allemaal in het winterdisco thema. En de producten zijn heel erg leuk, allemaal apart. Maar het schijnt dus als je deze 3 producten alle 3 unboxt en ze aan het einde dan samenvoegt, dan moet het een sneeuwpop vormen. Dus een beetje zo. Ik zie het er alleen nu nog niet in. Dus laten we ze even gaan unboxen. Want ik ben echt benieuwd hoe dat er dan uit komt te zien. We gaan beginnen met de eerste LOL Surprise. En dit is dus de Glitter Globe. En hier was ik stiekem ook het meest benieuwd naar. Oké, dit is de bal. En het lijkt een beetje op een kerstbal, vind ik. Maar er staat dat ik het hier moet openen. Tadadadam. Wat zit er allemaal in? Allemaal surprises. Laten we ze openmaken. We zijn inmiddels iets verder. En dit is mijn poppetje Dreaming Baby. Ik heb hem ook even aangekleed. En kijk hoe mooi ze eruit ziet. Je kan haar ook water geven via haar mondje. En dan komt dat dus in haar hoofd. Ik heb haar een beetje water gegeven. En dan gaan de glitters in haar hoofd dus bewegen. Nu heet het LOL Surprise product wat wij net unboxed hebben Glitter Glow. En de reden daarvan is het volgende. Ik heb hem even in elkaar gezet voor jullie. En het is hem dan. De Glitter Glow. En het ziet er super vet uit. Maar vooral de achterkant is heel erg vet. Want deze kon je vullen met water via het dopje hierboven. En als je dit nu zo beweegt, dan bewegen de glitters in de bol gewoon mee. Ook kan je je poppetjes zo super mooi showen en kan je dit ergens neerzetten. Maar het allerbelangrijkste, dit eerste product van de LOL Surprise Winter Disco Collectie, is ook ons eerste onderdeel van de sneeuwpop. Dus laten we snel verder gaan naar het tweede product. Het tweede product is de LOL Surprise Fluffy Pet. Dus laten we hem even openmaken. Ook de tweede bal is opengemaakt en hij lijkt een beetje op de eerste, alleen dan net een slagje kleiner. En ook hier zitten volgens mij weer allemaal leuke surprises in. Ik heb alle surprises weer opengemaakt en hier is onze Fluffy Cat. En ze heet Witch Eye Kid Eye. En hij is echt mega zacht. Het is echt zo fluffy, lekker zacht.
En in de andere surprise, in de overige surprise, zaten allemaal accessoires om dus mijn eigen bed mee te stylen. Ik ga even alles weer in elkaar zetten en dan ben ik weer niet terug. En ook mijn bed is klaar en hij is echt heel erg schattig geworden. En ook deze kan ik nu weer in mijn gloof zetten met de mooie glittertjes erin. En dan klik ik deze zo vast. En tada, ons tweede deel van de sneeuwpop is klaar. Dus laten we snel doorgaan naar nummer 3. Het derde product van de LOL Surprise Winter Disco collectie is Lils. En dit is wel de kleinste, maar misschien wel niet de minste. Misschien is dit dus wel een hele coole eindknaller. De allerlaatste. En deze is zo leuk, want hij is dus roze. En ik hou echt van roze. Nieuwe surprises. Ik heb alles opengemaakt en dit is mijn poppetje. En ze heet Lil Rainbow Raver. Ze is echt mega schattig, maar best wel klein. En daarbij heb ik accessoires gekregen, namelijk een tasje en mega leuke schoentjes. Dus ik ga alles even bij haar aandoen. Dan ga ik de gloop weer inpakken. En dan is ook deze ready. Lil Rainbow heeft schoentjes aan. En ik heb hier mijn andere deel van de gloop. En die heb ik versierd met stickertjes, want die zaten erbij. En ik kon het niet laten om ze erop te plakken. En ik kan hem dan zo dicht doen. En dan is dit dus mijn gloop geworden. En dit is ook de bovenkant van mijn sneeuwpop. En hier is dan het eindresultaat waar we naartoe gewerkt hebben. De sneeuwpop. En kijk even hoe schattig dit eruit ziet. Het is echt geweldig. En dit alle drie zijn dus de drie producten van het nieuwe thema van LOL Surprise Winter Disco. En ik vind het echt mega vet en heel erg leuk. Dus zoek je nog een leuk cadeautje of gewoon lekker jezelf verwennen. Check it! Dan was dit dus de mini-unboxing tussendoor. Laten we voor nu snel verder gaan met de video. Dus let's go! Na de mini-unboxing gaan we weer snel verder met de volgende apps. De volgende app is Zalando. En ik gebruikte dit eerder best wel veel. Toen kocht ik ook best wel veel bij Zalando. Maar ik moet zeggen dat ik nu eigenlijk bijna nooit meer wat bestel bij Zalando. Omdat ik er niet heel veel leuke dingen meer zie. Maar soms kijk ik wel gewoon als ik iets leuks zie voor inspiratie of zo. Dan kijk ik wel. Maar voor de rest niet heel veel meer. Dan hebben we Rabobank bankieren en ING bankieren. En hierop kan ik natuurlijk gewoon zien hoeveel geld er binnenkomt. Wat er afgaat, wie ik een tikkie moet sturen, dat soort dingen. Dan hebben we Thuisbezorgd. En op Thuisbezorgd ja, kan je gewoon lekker eten bestellen. Altijd een handige app om te hebben als je een keertje avondeten wil bestellen, middageten wil bestellen. Je hebt zoveel mogelijkheden. Dus oké, we gaan door. De volgende rij is de Bijenkorf. Kijk, in de Bijenkorf. Ja, een beetje hetzelfde verhaal als Zalando eigenlijk. De volgende apps zijn NS en Snapseed. Nou, NS gebruik ik wel regelmatig. Omdat natuurlijk als ik ergens heen ga, kan ik via hier heel makkelijk de treintijden checken. En dan hebben we Snapseed. En ik heb geen idee wat dit is. Nou, vast een keer gedownload, maar nog nooit gebruikt. Dan hebben we onderaan de United Wardrobe app. En dit is een app waarop je kleren kan verkopen. Alleen, ik gebruik het helemaal niet meer. Ik ben zelfs ook uitgelogd. Omdat ze mijn account helaas geblokkeerd hadden. Dus ik kon ineens niks meer. Nu is dat inmiddels verholpen, maar ik gebruik het eigenlijk nooit meer. Dus vandaar dat ik ook uitgelogd ben. Dan hebben we de volgende apps. McDonald's, Buienradar, Google Translate. Nou, spreekt allemaal voor zich. Dan zijn we alweer aangekomen op tabblad nummer 3. En hier staat als eerste Word, Messenger, Wish en Mail. Nou, Word gebruikte ik eerder wel veel toen ik vorig jaar nog in mijn examenjaar zat. Als ik dan snel op moest maken, kon ik dat gewoon heel gemakkelijk via deze app doen. Want die werkt wel echt goed. Dan hebben we Facebook Messenger, gebruik eigenlijk nooit. Dan hebben we Wish en dit is een beetje hetzelfde als AliExpress. Ik open hem even. Ik gebruik dit eigenlijk nooit. Dit is een beetje hetzelfde idee als AliExpress, het duurt mij gewoon te lang voordat zoiets binnen is. Weet je, ik wil gewoon als ik het zie, wil ik het gewoon direct in huis hebben of de volgende dag of over 2 dagen. Maar ik wil niet zo lang moeten wachten. En soms als je snellere bestelling wil, is dat weer heel erg duur. Dus dan is de korting die je krijgt in het product niet heel erg boeiend meer. Dus ja, ik gebruik het eigenlijk nooit. Soms heb ik wel eens dingen dat ik denk van, ah, dat wil ik even kijken of ze dat hebben. En dan hebben ze het ook wel en dan wil ik het bestellen, maar dan doe ik dat uiteindelijk nooit. Dus ja, niet echt een app voor mij. Dan hebben we mail. Nou, dat is gewoon mijn eigen e-mail waarop ik allemaal dingetjes binnenkrijg over YouTube, social media, andere dingen. Ja, gewoon standaard mail. Dan hebben we Flitsmeister, Facebook, Skyscanner en PayPal. Flitsmeister is een app die ik altijd gebruik in de auto, want dit is echt een tip voor mensen die rijden. Ik rijd zelf niet, maar ik rijd wel heel vaak met mensen mee, dan zet ik dit altijd aan. Hierop kan je namelijk zien waar files staan, waar flitsers staan, waar werkzaamheden zijn, incidenten. En als je dan dus op een weg rijdt waar iets aan de hand is, dan krijg je daar een melding van. Dus ook een flitser of zo. Krijg je niet snel boetes en het is gewoon een handige app. Het volgende is Facebook. Facebook gebruik ik eigenlijk nooit. Dan hebben we PayPal. Nou, hierop kan ik dus gewoon mijn geldzaken zien. Niet heel boeiend. Dan de volgende rij is Buienalarm. Kijk, opdrachten en tikkie. Buienalarm kan je gewoon zien wanneer de regen valt. Krijg je een melding van. Dan hebben we de Kijk-app. Dit is van SPSS. En hierop kijk ik soms wel dingen terug. Maar ik heb niet echt speciale
Oké, nou, hij opende ineens een programma. Maar ik moet zeggen, ik kijk hier niet heel erg veel op terug. Alleen dan echt Chateau Meiland keek ik, maar dat is helaas nu weer afgelopen. Maar voor de rest kijk ik hier niet heel veel bijzonders op terug. Dan hebben we opdracht. Ik heb geen idee wat dit is. Nou, nog nooit gebruikt. Dan hebben we Tiki, geldzaken ook weer. Of als je iemand een betaalverzoek moet sturen, is dit heel erg makkelijk met elke bank. Dan hebben we iMovie. Gebruik ik nog wel eens als ik korte TikTok-video's moet editen. Of stories of andere dingen. Nou, komt soms wel van te pas als ik even snel iets moet doen. Maar meestal edit ik op mijn MacBook. Dan hebben we Life 360. Hierop kan ik zien waar mijn ouders zijn, waar mijn opa en oma zijn. Is gewoon handig voor als we ergens zijn of moeten even weten of iemand er al aankomt. Dan krijg je gewoon een melding van waar diegene is. Is gewoon een handige app ook weer om erbij te hebben. Dan heb je Instagram Layout. Heb ik eerlijk gezegd nog nooit gebruikt. Maar hierop kan je volgens mij gewoon collages en zo maken. Dus altijd een handige app ook weer. Dan hebben we Fisco, gebruik ik nooit. Unfold gebruik ik nooit. Unfold heb ik trouwens wel een tijdje gebruikt, moet ik eerlijk zeggen. Het is een app waarop je heel erg leuke stories kan maken. Ja, gewoon stories over van alles en nog wat. Gebruik ik nu dus niet heel veel meer, maar gebruikte ik wel veel. Dan hebben we Zara, Storyart, ASOS en 9292. Zara gebruik ik eigenlijk nooit meer. Kijk ik inderdaad ook wel eens op ter inspiratie, maar dat is het wel. Dan hebben we Storyart en hierop kan je heel veel mooie stories maken. Dan hebben we ASOS. Nou, kijk ik ook wel op de inspiratie. Vind ik gewoon vooral een hele en leuke app om te kijken. Maar ik bestel er eigenlijk nooit wat. Ik vind het gewoon vooral een leuke app om op te kijken. Dan hebben we 9292. En dit is net zo'n app als NS. Alleen is deze wat gerichter op trams en metro's en zo. Dus als je dan midden in Amsterdam staat en je moet ergens anders heen, dan kan je beter zo'n app gebruiken als de NS-app. Dan zijn we alweer aangekomen bij de allerlaatste. En hierop staan maar 8 apps. Ik versprak me even. Maar dit zijn best wel apps die ik nog wel redelijk veel gebruik. Dat was eerst natuurlijk Netflix. En Netflix is mijn favoriet, hè. Dan NPO Start. Gebruik ik eigenlijk nooit. Is gewoon weer een beetje zo'n nutteloze app die je op je telefoon hebt. Voor als er ooit een programma is waarvan je denkt, oh, dat wil ik terugkijken. Dan heb je deze app gewoon op je telefoon staan. Handig, maar niet heel erg boeiend. Dan hebben we nog 30 Seconds en Spotify. En 30 Seconds heb ik veel gebruikt toen ik met mijn eigen zusjes en Roos Jansen en Myrthe Jansen en zeg maar onze ouders naar Parijs was. Dus speelden wij heel veel 30 Seconds in de auto omdat we ons dan verveelden. En dan konden we hierop gewoon lekker spelen. Leuk spelletje. Kost wel geld volgens mij, maar het is wel echt een toppertje. Want het is gewoon precies hetzelfde als de normale 30 Seconds op het board. Dan hebben we Spotify. En ik zit op de Spotify van mijn ouders. Want die hebben een premium account omdat ze dat hebben voor hun werk. Dus dat is super chill, want hierop kan ik gewoon lekker alles luisteren. Dan hebben we de laatste rij en dit is als eerste TikTok. En als er één app is die ik veel gewoon bekijk en waar ik echt veel op zit, is het wel TikTok. Want ik vind dat zo leuk. Ik vind het zelf heel erg leuk om video's erop te maken, maar ik vind de For You page ook heel erg leuk. Nou, dit is een beetje mijn TikTok account. Video's een beetje, ja, hierop kan je ook de views en alles zien. Dus gewoon een top app, gebruik ik lekker veel, mocht je hem nog niet volgen. Xbo en 5 uurtjes op het einde. Dan hebben we Lightroom. Nou, dit is een app van Adobe waarmee je foto's kan bewerken. En hierop heb ik mijn eigen preset. Zo hebben we deze foto, die staat er dan nog voor. Nou, ik zal even laten zien hoe die er eerst uitzag. Dit was hem eerst. En dan doe ik een van de presets. En dan ja, is hij gewoon direct wat anders. Even een final touch eraan. Vind ik zelf heel erg leuk. En dan fleur de foto toch wat meer op. Dan hebben we Quickshot. Geen idee wat het is. Gebruik ik eigenlijk ook nooit. We kunnen even kijken. Maar vast niet heel erg boeiend. Nee, moet je er echt voor betalen. Gaan we niet doen. Dan tot slot heb je nog Videoland. Nou, ook leuk. Hij laadt niet. Maar goed, hij moet even laden denk ik. Maar geen zin om helemaal te wachten. Videoland gebruik ik dus gewoon lekker om Expeditie te kijken. De reality show van Nienke Plas kijk ik daarop. Eigenlijk een beetje dat soort dingen. En het toppunt is gewoon dat je daar geen reclame hebt. Dus daarom gebruik ik Videoland dan vooral. Dan was dit hem alweer. De What's on my iPhone 11 Pro Max. En ik vond het een hele leuke video om op te nemen. Al zag ik net al wel weer in mijn scherm dat hij al langer dan 25 minuten duurde. Dus dat wordt echt top met editen. Maar het wordt ook een lekkere lange video. Dus het voor jullie een lekkere lange video geworden. Sorry daarvoor, maar nu weten jullie wel alles over wat ik op mijn telefoon heb. En wat de reden is van deze apps. Want ik wou het niet als een video maken die ik een beetje snel afkapte. Maar goed, dat is ook niet gelukt, want hij is lekker lang geworden. Vond je het nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je om je niet te abonneren. En hopelijk tot snel bij een nieuwe video. Doei doei!